We zijn hier in het Stedelijk Museum Schiedam. Wij zijn een museum voor moderne kunst en we hebben een cultuurhistorische collectie die ons iets vertelt over de geschiedenis van de stad Schiedam. We willen graag van onze objecten de cultuurhistorische waarde gaan vaststellen en daarvoor volgen we de methode op de museale weegschaal, vooral om te weten welke objecten het verhaal van de stad Schiedam goed kunnen vertellen. Binnen het museum hebben we ervoor gekozen om te gaan waarderen met het publiek erbij en met vrijwilligers en met museale experts zelf. Die hebben allemaal verzameld rondom 1000 voorwerpen die uit het depot naar het museum zijn gekomen als soort pilotproject. En we zijn argumenten met elkaar gaan verzamelen waarom objecten al dan niet in de collectie moesten blijven of niet. En als er voldoende argumenten waren, dan kreeg het de groene sticker, want dan mag het blijven. Als er geen argumenten of niet voldoende argumenten waren, dan kreeg het een rode sticker en dan gaan we op zoek naar een nieuwe eigenaar. En alles wat ertussenin zit is oranje geworden, want daar moet gewoon meer onderzoek naar gedaan worden. Waarderen, dat kan je niet alleen, want met meer mensen weet je veel meer. En de kennis bij een museum kan beperkt zijn, maar andere experts hebben weer andere inzichten. En vooral ook de inwoners van je stad. En daardoor krijg je een veel completer beeld binnen je waardering. We hebben een mooi aangeklede pop in de collectie. De conservator uit het museum in Rotterdam vertelde dat die pop was aangekleed zoals de weesmeisjes in Schiedam. Daardoor heeft het een groene sticker gekregen dat we het graag in de collectie willen houden. Nou, soms heb je wat hulp van buitenaf nodig. We kwamen een typemachine tegen die geschonken was door het gemeentehuis Schiedam. En er stond een wit nummertje op geschilderd. En toen hebben we hem toch maar op oranje gezet, omdat we dachten, hier zit misschien wel een verhaal achter. En we hebben aan het archief gevraagd of zij ons wilden helpen met het onderzoek. Bij ons in het gemeentearchief hebben we de naam teruggevonden van de mevrouw die achter die typemachine zat. En haar naam was Corrie van Kemenade. Corrie was typiste op de typkamer. Het was 1915. Het zou kunnen dat die baan eigenlijk voor een man bedoeld was, omdat men dacht, nou ja, als de oorlog voorbij is en de mannen komen terug van de mobilisatie, dan kunnen die mannen de plek van de vrouw weer innemen. En toen Corrie werd aangenomen, werd er ook iemand anders aangenomen, dat was een meneer. En volgens mij deed ze hetzelfde werk, alleen die meneer kreeg 30 gulden per maand betaald en Corrie kreeg 20 gulden per maand. Een gewone typemachine uit een vooroorlogse periode bleek opeens een verhaal te vertellen over vrouwen in Schiedam die zich langzamerhand de arbeidsmarkt opvochten en zich een positie veroverden. En daarmee dus een verhaal over vrouwenemancipatie in het algemeen. Het mooie aan de methode is dat we ook heel duidelijk mensen uit de stad Schiedam konden betrekken bij het proces van herwaardering. Waaruit hele mooie verhalen loskwamen over die objecten, maar ook over persoonlijke geschiedenissen. Die uiteindelijk voor ons de collectie weer een extra waarde hebben gegeven waarmee we in de toekomst verder kunnen werken.